Stadsbus vat vlam na klapband. De oude tribune van AGOVV weer in gebruik genomen. Muurschildering van Apeldoornse kunstenaar in New York te zien. E-bikes van Sparta krijgen een slimme chip ingebouwd. En Sintes voerde een zomerse campagne Jij blij, wij blij. Zaterdagmiddag rond 2:30 vatte een stadsbus vlam na een klapband. Dat gebeurde op de Zwolseweg in Wenum-Wiesel. De bus was al aan de kant gezet en waren de passagiers al uit de bus, waardoor er niemand gewond raakte. Het vermoeden bestaat dat de buschauffeur te lang met de klapband heeft gereden, waardoor er brand ontstond. Een medewerker van de vervoersbedrijf Sintes heeft nog geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte niet. De brandweer had de brand snel onder controle en geblust. De bus is later door een bergingsbedrijf naar de remise in Apeldoorn gebracht. Zaterdagmiddag werd de ruim 100 jaar oude tribune van AGOVV in Apeldoorn weer in gebruik genomen. Ruim 3 jaar geleden moest de tribune worden afgesloten omdat de boktor zoveel schade aan de tribune had aangebracht, waardoor een deel van de tribune dreigde in te storten. Wethouder Detlef Sizo verrichtte de heropening van de monumentale tribune. Ja, je twee. Daar is het. Vertel even wat er de laatste jaren gebeurd is hier. Nou, we zijn met een aantal oude grijze wijze mannen, zeggen we vaak, als een regiegroep begonnen. 2-3 jaar geleden. Daarvoor hadden we een aantal speerpunten voor ons beleid. Waaronder deze tribune moest plaatsvinden. Nou, die hebben we kunnen bewerkstelligen. En dat met heel veel samenwerking van vrijwilligers, bestuur, donateurs, sponsoren. Ja, het is geweldig om te voelen dat warme bad. Begin januari 2012 ging AGOVV failliet en konden de herstelkosten van de tribune niet worden betaald. De tribune die naar Engels voorbeeld ruim 100 jaar geleden werd gebouwd, werd uiteindelijk in de oude stijl weer verbouwd, middels inzet van vrijwilligers en door financiële ondersteuning. Hoe zijn jullie zover gekomen dat de financiën helemaal rond waren? We hebben als eerste gekeken wat is er eigenlijk allemaal nodig. Dus we hebben een kostenberaming moeten laten maken. Daar begin je als eerste mee, dat is voorwerk wat eigenlijk niemand ziet. Daarnaast ga je kijken hoe ga je geld genereren voor zo'n groot project. We praten echt over tienduizenden euro's tegelijk. We hebben een subsidie kunnen aanvragen en die hebben we ook gekregen voor dit monumentale stuk. En daarna hebben we een stuk crowdfunding gedaan met alle mensen die AGOVV een goed blauw hart toedragen. Door het faillissement raakte AGOVV ook haar licentie voor het profvoetbal kwijt. Daardoor werd AGOVV toen uit de Jupiler League gezet. Of AGOVV ooit weer bij de profs gaat horen, is nog maar de vraag. We kijken nu nog heel veel dingen die we weg moeten poetsen uit het verleden, vanuit het faillissement helaas. We willen eigenlijk naar een speerpunt toe dat we weer het opleidingsinstituut worden van Oost-Nederland, zoals we dat vroeger ook waren binnen AGOVV. Er zijn hier geweldige namen, hebben hier altijd mogen voetballen. We zijn kampioen geworden van Nederland als AGOVV. De jeugd was altijd fantastisch. Het wordt wel weer, we hopen dat we dat ook weer gaan bewerkstelligen binnen nu en 10 jaar. Dus eigenlijk zeg je, Apeldoorn, let op, AGOVV komt er weer aan. Absoluut. De voedselbank in Wenum-Wiesel mag voorlopig open blijven. Dat heeft de gemeente Apeldoorn laten weten nadat er een stormvloed aan kritiek kwam bij het bericht dat de voedselbank afgelopen vrijdag dicht moest. De beheerder van het pand waar de voedselbank en andere bedrijven zijn ondergebracht had niet gereageerd om in maart een vergunning aan te vragen en een beveiligingsrapport te maken. De gemeente Apeldoorn legde daarom een dwangsom aan de beheerder Wierap Beheer op. In een persbericht van de gemeente Apeldoorn staat dat de gemeente activiteiten van de voedselbank waarschijnlijk gemakkelijk te legaliseren zijn voor het bestemmingsplan. Dat geldt overigens niet voor de andere bedrijven in het voormalige pand van Nemef. Niet duidelijk is of deze bedrijven alsnog per direct weg moeten. De Apeldoornse kunstenaar Jasper van der Graaf mocht vorige week een muurschildering maken in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Daar wordt de tentoonstelling Black and White gehouden, waaraan 100 kunstenaars van over de hele wereld hebben meegewerkt. En daar is de Apeldoornse kunstenaar Jasper van der Graaf er een van. Hoe komt dat? Nou, ik werd benaderd in juli door een Franse kunstenaar.
En die had een project georganiseerd in Brooklyn. Ja, of ik daar een muurschildering wilde doen. Het scheelde niks of je kon eigenlijk helemaal niet naar New York in verband met de kosten. Maar hoe is dat nu opgelost? Nou, ik had wel het ticket besteld en alles gedaan. Het was een flinke aderlating, dat klopt. En toen heb ik een fonds gebeld, het Mondriaan Fonds. En die feliciteerde me. En die hebben samen met de ambassade gezorgd dat ik een tegemoetkoming in de kosten krijg. Dus dat vind ik wel hartstikke mooi. Jasper van der Graaf moest in 2 dagen tijd zijn muurschildering van 4x4 meter maken en af hebben. Ik ben erheen gevlogen en toen zijn we dat gaan maken. En heel kort daarna was de opening al. Dus ik had een korte productietijd, dat klopt. Ja goed, iedereen werkte daar in zwart-wit. Dus ik heb ook een zwarte muur gemaakt daar. Is dat dan niet een vreemde uitdaging voor een kunstenaar om alleen maar met zwart-wit te werken? Nee, het is wel een prettige beperking hoor. Ja, hoef je wat minder na te denken. Ja, wat is het geworden? Een grote abstracte muurschildering. Een open structuur. Hij is nogal groot, dus er moet ook heel veel ander werk omheen. Dus hij moet ook een beetje tolerant zijn naar ander werk toe. En dat is wel gelukt. De tentoonstelling Black and White in Brooklyn blijft voorlopig nog open voor het publiek. Zeker een maand. Ja, en dan gaat de kwast er weer overheen. Dat is ook zonde eigenlijk. En dat gebeurt eigenlijk achter jou hier ook in het AZEC-gebouw. Dat is jouw muurschildering, maar die gaat straks weg. Die gaat zelfs over een uurtje overgeschilderd worden. Ja, ja, bij de meeste van mijn muurschilderingen is het zo dat, dat ze na verloop van tijd weer verdwijnen. Vind je dat niet jammer? Het scheelt een boel opslag. Ja. Ja, als je dat allemaal zou moeten bewaren, dan heb je een flinke loods nodig. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je denkt van nou, ik heb het gemaakt. En dat je dan denkt van nou, dat staat hier voor een tig jaar. Meestal probeer ik er heel stoer over te doen en zeggen van joh, dat maakt me allemaal niet uit. Maar ik had laatste keertje ook in het Mondriaanhuis in Amersfoort had ik een muurschildering gemaakt. En toen die wegging, dacht ik wel even van goh, dat vind ik eigenlijk wel ja, stiekem een beetje jammer. Maar goed, dan moet ik weer een nieuwe gaan maken. De Apeldoornse kunstenaar zit niet bepaald stil, want op diverse plaatsen in Nederland gaat Jasper van der Graaf nog een aantal muurschilderingen maken. Ja. Je maakt wel muurschilderingen. Hoe lang doe je dit al? Nou, ik denk dat ik nu zo'n 10 jaar bezig ben. Ik ben in Rotterdam afgestudeerd, zo rond 2000. En nou ja, is iets langer al. Wat is nou je nieuwe opdracht, een grote opdracht? Is die er al? Ik heb al wat projecten weer lopen. Ik ga in Alkmaar een muurschildering maken en in Rotterdam en in Tilburg. Het Apeldoornse bedrijf Sparta gaat als eerste fietsfabrikant een slimme chip in hun e-bikes inbouwen. Aanleiding van het inbrengen van de chip is dat met name Oost-Europese bendes het gemunt hebben op de Nederlandse en Belgische e-bikes. Een gestolen e-bike met een chip is straks makkelijker traceerbaar. Jazeker. Kijk, een e-bike zit al vol met technologie en elektronica. Er zitten meerdere chips in, maar wat we nu hebben toegevoegd is een anti-diefstal chip. Althans, een chip waarmee je connectie kan maken met het internet en daarmee de kans op diefstal kan verkleinen. En hoe werkt dat dan precies? Nou, die chip vertelt eigenlijk continu wat er met die fiets gebeurt. Dus op het moment dat die fiets beweegt, krijg je een signaaltje op je telefoon van hey, iemand rommelt aan je fiets. Of als die fiets een bepaalde snelheid bereikt, denk 50 km per uur, zit hij zeer waarschijnlijk op een auto. Je kan dat zelf niet fietsen, dus is hij waarschijnlijk gestolen. Dus met andere woorden, we maken de kans dat die fiets ongewenst verdwijnt een stukje kleiner. En voor welke e-bikes gaat dat gelden, die chip? Nou, we zien dat met name in de stedelijke gebieden de kans op diefstal het grootst is. Dus ook in die fietsen die met name in die gebieden gebruikt worden, zullen we die chip gaan toepassen. Maar buiten het diefstalgebeuren heeft hij nog veel meer functies. In juni van dit jaar heeft Sparta 250 e-bikes met een chip uitvoerig getest. Die test verliep naar volle tevredenheid. Eerder dit jaar werd een e-bike met chip gestolen en teruggevonden. De dekking van de chip, hoe ver is die? Ja, het is natuurlijk vervelend als je buiten Nederland bent en zo ineens weg zijn. Dus we hebben met de internetleverancier afgesproken dat in heel Europa je gewoon keurig netjes je fiets kan terugvinden. En werkt dat ook? Ja, we hebben daar zelf een ervaring mee. Geheel onverwacht is er een fiets van onszelf helaas ontvreemd. En die dook ineens op in Italië. Dus het werkt. We kunnen zelfs fietsen tot in Italië terugvinden. Op de chip zijn meerdere waarschuwingen af te lezen via een iPhone of tablet. Daarom zijn deze e-bikes duurder dan normaal. De fiets zal iets duurder worden. We hebben het wel klein beetje, we hebben het weten te beperken. Omdat we vinden dat we de internetconnectie zelf, die zit niet in de kosten van de fiets. Die betaal je achteraf. Dus je krijgt net als bij je smartphone een
kosten voor de telefoon en het abonnement. Zo heb je een fiets en kosten voor het abonnement. Die zijn relatief laag overigens. Maar de fiets zal wel een klein beetje duurder worden. Welke services zitten allemaal bij het abonnement in, bij de fietsers met een chip? We hebben op dit moment de eerste fietsen uitgerust met een speciaal actiepakket, een soort introductie. Die introductie bestaat uit dat er niet alleen internetconnectie bij zit voor een jaar, maar ook nog eens een keer een jaar diefstalverzekering. Dus zeg maar een totaal ontzorgpakket voor de gebruiker. Volgend jaar, dat begint eigenlijk al heel snel, want het is natuurlijk al goed in 2016, zal met name het internetconnectie additioneel bij kunnen komen. Dus je hebt de mogelijkheid tot het melden van onderhoud, die track-and-trace functie, waar is mijn fiets precies, wat gebeurt er met mijn fiets, de melding van hey, je wordt gerommeld, ik ga harder, de fiets vinden, de laadreminder, nou, kortom, een talloze functies die erop gericht zijn om het leven van de gebruiker een stukje makkelijker te maken. Enkele tienduizenden e-bikes met de slimme chip worden volgend jaar in Nederland en in België op de markt gebracht. De reizigers op het station in Apeldoorn keken donderdagmiddag nogal verbaasd toen zij een tropisch tafereeltje bij de bushalte zagen staan. Het stranddecor behoort bij de campagne Jij blij, wij blij dat het vervoersbedrijf Syntus houdt. Vanwaar deze campagne? Nou, wij houden deze campagne omdat wij onze reizigers blij willen maken en onze reizigers ook beter willen leren kennen. Dat doen wij met deze campagne. Daar kunnen reizigers op de website Jij blij, wij blij een aantal vragen invullen waarmee we onze dienstverlening willen verbeteren. En wat krijgen de reizigers hier? Nou, dit maandthema is een hotelovernachting aan zee kunnen ze winnen voor het invullen van de vragen. En hier brengen we ze vast in deze zomerse sfeer met een lekker drankje en een koud ijsje. Hoewel ze er niet zo uitzagen, werden de reizigers aangesproken door een beach girl en een beach boy. Is het druk? Ja, hier in Apeldoorn is het zeker druk. Ja, spits, bijna spits. Dus, ja. Wat heb je de mensen aan te bieden? Nou, als eerst een leuk gesprek, denk ik. Een lekker drankje, een ijsje en eventueel een enquête die ze kunnen invullen. Hoe reageren de mensen? Ja, best wel een beetje verrast, maar ook wel, ze vinden het wel leuk, denk ik. En ook leuk dat ze een ijsje krijgen en iets leuks erbij krijgen. Ja. Heb je nog een fototoestel bij? Heeft dat ook nog een doel? Ja, ik maak hier foto's. Dan kunnen mensen daar gaan zitten. En als ze willen, kunnen ze op de foto. En dan komt het op de Facebook van het busbedrijf. En je kunt zichzelf taggen en een prijsje winnen. De campagne Jij blij en wij blij slaat goed aan. Er zijn al heel veel reizigers die daaraan hebben meegewerkt. Hoe is het de respons van de reizigers? Die is goed. We hebben al meer dan 700 ingevulde enquêtes ontvangen. Reizigers vinden het heel leuk om zo verwelkomd te worden. Waarom doe je mee in deze campagne? Omdat mij gevraagd werd. En ja, dat was het. Reis je veel met Syntus? Ja, elke dag. Ben je tevreden? Ja, zit lekker die bussen. Dus ja. Heb je de enquête al ingevuld of moet je dat doen? Heb ik al gedaan. Hoe heb je ze beoordeeld? Goed. De enquête, moet dat hier ingevuld worden? De enquête kan hier ingevuld worden, maar kan ook altijd thuis of als je in de bus reist op je mobiele telefoon. Het is altijd online. De campagne van Syntus gaat voorlopig nog wel even door met steeds wisselende thema's. De campagne loopt al een maand. Vorige maand hadden we een Weber barbecue die reizigers konden winnen. En hebben we lekkere broodjes met worst uitgedeeld. En we gaan nog de komende maanden verschillende acties doen tot en met december. En alle acties zullen die ook hier in Apeldoorn plaatsvinden? Op verschillende plekken in de Veluwe zullen die plaatsvinden. We zijn in Ede geweest, nu in Apeldoorn en we komen hier vast nog een keer terug. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden. Het is droog en het wordt rond de 22 graden. In de avond en nacht klaart het op en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Dinsdag is het zonnig en droog bij 23 graden. Woensdag is het ook zonnig en droog bij 26 graden.